Ik had een collega die hier nu ook werkt. Daar werkte ik samen mee in de ouderenzorg. En zij ging hier werken. En ik ben wat gastlessen komen geven over werk in de ouderenzorg, werk in de gehandicaptenzorg. En op die manier kwam ik erachter dat ik het eigenlijk hartstikke leuk vond om voor de klas te staan. En zo ben ik hier terecht gekomen. Geen dag is hetzelfde. Het is heel dynamisch. Je hebt te maken met verschillende groepen studenten, verschillende lessen. Het is uitdagend. Chaotisch soms, maar ook hartstikke gezellig. Ik denk dat het bijzondere van Skalda is dat het de student die hier binnenkomt het een welkom gevoel wil geven, maar vooral staat Skalda ervoor dat iedere student die hier binnenkomt moet een succeservaring krijgen bij Skalda. En dat maakt niet zo heel veel uit waar het is, als die student maar gelukkig is en gelukkig is met de keuze die hij heeft gemaakt. Ik denk dat ik bijdraag in het onderwijs door mezelf te zijn, open en eerlijk te zijn. Ik ben ook wel een docent, wat je ziet is wat je krijgt. Ik vind het lastig om streng te zijn, absoluut. Ik denk dat ik bijdraag dat de student eigen mag zijn. Mag ontwikkelen, mag groeien, mag worden wie die wil. En ik sta daarnaast en ik help en begeleid waar de student dat nodig heeft. Ik ga wel met een tevreden gevoel naar huis als ik een lekkere lesdag heb gehad. En een lekkere lesdag voor mij is, af en toe zit er een chaosles bij, dat we over elkaar heen buitelen met grappen, grollen en lachen. Maar dat ik ook wel het idee heb, ik heb ze wat bij kunnen brengen en ik heb ze wat kunnen leren. En soms ook wel dat ik wat van hun heb geleerd, dat ik wat van de student heb geleerd.